Welkom bij Dagje Snoekvissen 19. We gaan vandaag met dota's vissen in de stad, in de havens en in de grachten. Ik heb meegenomen mijn maat Wessel. En we gaan dus met dota's vissen. Nou, als we wat vangen, dan stel ik jullie op de hoogte. Ik zag hem ondergaan. Zeg hem maar als hij nog een keer bijt. Dat was alweer snel, hè? Nou ja, dat was de tweede keer beet. Maar weer losgelaten, denk ik, hè? Jongens, ik maak geen grap. De GoPro-batterij valt uit. En Wessie pakt een snoer. Het is echt belachelijk. Ik schep hem even voor. Oh, zit er een puntje. Yes, nice man. Hey, kan jij de kredel even opzetten of wil je hem... Ik heb het wel zo. Hij zit echt aan een puntje. Hey, als jij hem even onderhaakt, dan hou ik hem hoog. Hij zit aan een puntje, man. Ja, kan je hem iets vragen? Ja. Hij gaat namelijk... Kijk. Die andere dobbers een beetje in de gaten houden tussentijds. Hij zat echt in het lipje, hè? Ja. Kijk, is dat een mooie vis, man. Leuk vis. Hij heeft een wondje. Ja, daar wondje inderdaad. Nou, poseer eens even met je vis. Nice, man. Een echte horense snoek. Nou, ik zou zeggen, zet maar terug. Ja. Kijk goed uit dat je niet op je donder gaat. Ja, beter met net inderdaad, hè. Ik haal even de haak eruit voor je. Kijk dat je niet blijft hangen. Hou in de tussentijd even die dobbers in de gaten. Ja, kom maar. Mooi man, dat was echt heel snel. Lekker hoor. Mooie snoek. Kijk, daar gaat hij weer. Hoppa, netjes Wes. Mooie snoek. Yes. Hoppa. Op naar de volgende. Zeker weten. Nou, de manier waarop wij vissen is eigenlijk een beetje hetzelfde als in de stad. Wij vissen momenteel met 4 hengels. En we leggen elke hengel een beetje zo'n 10 meter uit elkaar. En laten we gewoon een beetje afdriften. En aangezien het niet zo'n heel groot water is, dan trek je wel een heleboel. En die snoek die mist echt niet snel je aas, zeg maar. Zo'n slootje is dat natuurlijk ideaal. Die snoeken liggen overal. En dan heb je snel genoeg vis. Toch Wes? Zeker. Lekker bezig man. Jongens, nog geen 2 minuten nadat Wes zijn snoek had, heb ik er ook eentje. Iets groter zo te zien. Schep maar wanneer je kan. Zo, dat was snel. Hij zit echt heel slecht gehaakt. In het hoekje zit hij. Ja, kom maar. Nee, maar schep maar. Dan leg ik hem wel even in de kredel. Dan kan hij wel even. Ja, lekker man. Hoppa. Hier, als jij hem even in het water houdt, hou me in het water, dan zet ik even de kredel op. Als jij even een close-upje maakt. Ik zit met dat ding vast. Ik ben niet zo heel goed met links. Zo, het los. Netjes. Netjes jongens. Kijk eens, een mooie snoek. Knappe snoek hè? Zeker. Nou, ik ben er dolgelukkig mee. Dit is namelijk de 4e keer dat ik in Hoorn vis. En het is me eigenlijk gelukkig om snoek te vangen. Ik ben helemaal naar een andere woonplaats gegaan. Om aasvis te kopen. Want het wou niet lukken met wat we hadden. Maar laten we hem nog even snel meten. Hij is 76 is hij. Ja, een beetje naar voren zo, 76. Nou Wes, kan je het net even vrij maken voor mij? Dan kunnen we hem even terugzetten. Yes. Prachtige vis jongens. Heerlijk. Echt verdiend. Ja.
snel, hè? Twee binnen 5 minuten. Misschien wel binnen 3 minuten. Ik hou ondertussen dat ook de andere dobbers een beetje in de gaten. Is hij eruit? En weg is hij. Hoppa! Lekker man. Lekker man. Nou, dat is horend voor de gemeente challenge compleet, jongens. Daar ben ik best wel gelukkig van. Maar we gaan kijken of we nog meer kunnen vangen. En waren jullie op de hoogte als we wat vangen? Nou, de setup is nog steeds heel simpel. Bevroren voren, dreg. In dit geval fluorocarbon onderlijn. En deze Dota setup. Deze heb ik uitgelegd in een video die ik vorig jaar had geüpload. Ik zal hem nu nog wel even doorlinken, mochten jullie dat willen volgen. En ja, het is zoals ik zei, het is gooien. 5 minuutjes wachten, achterstengel binnenhalen. 5 meter verder, gooien, binnenhalen, noem maar op. En zo dek je dan dat hele water af. En zo kom je elke snoek tegen op zo'n stuk. Dus zo vissen we. Dobber van West die schoot net al helemaal onder. Echt keihard. Oeh, weer een mooi. Twee! Oh, ik zag het! Kijk, hij boekt hem voor die ander. What the fuck? West die pakt gewoon even 2 snoeken tegelijk. Ik ga net even neer en doe even die GoPro weer op mijn borst. Zag je dat? Je had gewoon 2 snoeken tegelijk. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Die grote ging achter die kleine aan, zag je? Ja, ik zag het man. Ja, kom maar, ik sta klaar. Wilde bras. Nou, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb een hand nodig man. Dankjewel. Hoe romantisch. Oké, nou doen we even in de kredel. Bizar hé, gewoon een grote snoek meteen op jouw snoekie. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja, ik wel. Ja. Zal ik een tangetje voor je pakken? Ja, als jij me even onthaakt, dan maak ik even de GoPro schoon. Oh, hij zit heel losjes zelfs, volgens mij niet. Ja, hij zit echt aan een puntje. Netjes man, netjes. Nou, even poseren met je vangst. Prachtige snoek weer, mooie kleuren. Gelijk achterna gezeten door een ander. Ja. Hier is hij gepakt. Oh ja, kijk. En op zijn kop, kijk hierboven. Ik denk dat hij net massa gehad heeft. En hier op zijn rug. Ja, het is een klein strijdertje. Mooi man. Nou, die gaat snel weer terug. Is goed man. Mooie vangst. Ik hoop dat ik niet val. Nee, andere kant. Heel goed. Bijna. Zo, daar gaat hij weer. Mooie vis, man. Hoppa, nummer 3. Hoppa, weer een snoek. Ik zeg net tegen Wes, hoe lang duurt het eigenlijk voordat we die snoeken hebben? En voordat ik mijn zin af heb, hebben we weer een mooi snoekie. Schep maar wanneer ik klaar ben. Voorzichtig man. Ja. Nou, loop even naar de cradle weer. Hetzelfde ding pakken. Zo. Deze zit ook weer heel netjes gehaakt. Het is een gewonde vis zo te zien. Hij is nu al los. Zo, hier is wat mee gebeurd hè. Een hele rare plek hier op zijn snoet. Zie je dat? Wel een apart plekje heeft die. Hè Wes? Ja. Zal een keer door een visser misbruikt. Ja, we gaan
hij wil terug. Hij denkt, nou, laat me met rust. Nou, ik geef hem groot gelijk. Ik zal nog even de haak uit het net halen en dan mag hij weer lekker zwemmen. Het is wel lekker vandaag, man. Ja. Snoep nummer 4 alweer. Zo gaat het snel. Ik heb alleen één dilemma. De aasvissen zijn weer op. Dus deze die mag weer zwemmen. Mooi 60, 70 denk ik. En dan is mijn eerste hengel buiten spel. Dan heb ik alleen mijn tweede hengel nog. Waar een aasvis aan zit. En dan is het alweer snel voorbij. Hij zwemt het net in. Hij snapt niet dat hij het net uit moet. Denk ik zomaar. Zo ja, goed zo. Toch? Nee, wat doet hij nou? Daar gaat hij. Zo ja. Ah jongens, nummer 4. Ja, viel bijna naar beneden, hè? Nou, beste kijkers, je ziet het. Het stormt, het regent, het is kil en het is koud. Maar op dit soort dagen ga je gewoon snoek vangen. Het zijn die stormachtige dagen die toch even wat doen met die snoek. Ik weet niet precies wat het is, maar het lijkt wel alsof ze een stuk actiever ervan worden. Ik heb vorige week in... Oh, Wes! Jouw vis. Ja, of je moet hem willen landen, maar het is jouw vis. Hij is los. Gast. Ik ben net aan het vertellen over hoe goed het dit soort dagen zijn voor snoek. En wat gebeurt er? Die dobbel gaat onder. Ik ben nog niet eens klaar met uitleggen. Het is echt bizar, jongens. We hebben al 4 snoeken gevangen. En dit is eigenlijk de eerste die we echt verspelen. Dus inclusief die snoek helemaal aan het begin van de dag, zitten we nu op 6 snoeken. Niet verkeerd, hè? Niet verkeerd, zeker niet. Nou, we blijven nu nog even doorvissen. We hebben allebei nog 1 hengel met een aasvis. Voor de rest zijn ze weer op. Het is hard gegaan. En je ziet het. Als we weer vissen hebben, dan laat ik het jullie weten. Ja, hij gaat er vandoor, man. Hij gaat er vandoor. Aanslaan. Nee! Oh! Zonde. Ah, Wes die had gewoon weer beet, hè? Ja, die is geschrokken, toch? Zonde! Nou, waarom zei ik tegen Wes dat hij meteen moest aanslaan? Het is bij dota's belangrijk dat je op tijd aanslaat. Want zo'n snoek, die eet zeg maar echt je voren op. Die wil hem meteen doorslikken. En als dat helemaal gebeurt, dan is het een heel ander verhaal. Een hele andere koek. Dus als je dobber ondergaat of je ziet beweging, niet te lang wachten, gewoon direct slaan. Liever een vis verspeeld dan verwond. En daar gaan wij vanuit. Nou, ik heb de laatste aasvis, Wes. Zeker, jammer. De Battle Royale is gewonnen. Ja. Ik kan hem wel bij het kantje ingooien. En dan kijken we wel of die snoek nog even wil bijten. Maar ik denk dat je verder alvast een beetje kan inpakken, denk ik. Ja. Nou, doen we dat nog even. Nou, beste kijkers, dat was hem weer. We hebben 4 snoeken gevangen. We hebben er eentje die liet het aas los. We hebben er eentje misgeslagen. We hebben er eentje verspeeld. En wat ik niet op beeld heb, is dat ik op een gegeven moment ook een snoek achter mijn aas was aan het zwemmen. 4 snoeken op de kant, dat is natuurlijk een hartstikke mooi resultaat. We hebben ook weer een nieuwe gemeente van de checklist. Vonden jullie dit een leuke video? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog achter te laten en te abonneren. En laat een reactie achter. Wat vonden jullie de mooiste snoek? Wat vond jij de mooiste snoek, Wes? Tweede voor mij was een mooi vis in les. Nou jongens, allemaal zelfde maat. Ja, was echt een topdag. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.